Allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel Monique voor de introductie. Voor we starten, Monique heeft natuurlijk nu kort mij net geïntroduceerd. Vind ik het ook leuk om een beetje te weten wie hier in de zaal zitten. Dus ik had een aantal stellingen en als je nou denkt, oh dat ben ik, steek dan even je hand op dan, en kijk een beetje rond ook wat de rest doet. Dan kunnen we eens kijken of we allemaal een beetje in hetzelfde schuitje zitten. Zo dacht ik, wat ik vaak merk, in ieder geval in de praktijk en wat ik vaak zie, is dat iedereen zich wel eens zorgen maakt van, oh, waar komt mijn volgende klant vandaan? Wanneer heb ik weer een leuk project op stapel staan? Nou, als je denkt, dat heb ik ook wel eens, mag ik dan even handen zien? Ah ja, dat zijn er toch inderdaad een paar. Of misschien durft nog niet iedereen, dat is helemaal goed. En als ik zeg, herken jij het feit dat je echt toen je begon met je webbedrijf, dat je geen idee had waar je aan begon? Steek dan je hand op. Steek hem zeker. Oh kijk, daar zie ik wel meer. Ja, ja, dan zit je helemaal op de goede plek. Want we gaan het vandaag zeker hebben over de stappen die daar handig bij zijn. Wat ik zei, ik zie het vaak in de praktijk, ook bij mensen, mede webdesigners, dat iedereen doet wat hij leuk vindt. En zolang het leuk is, is het leuk. Maar er komt altijd een moment dat je denkt, ja, kut, het werkt niet helemaal. Het loopt niet zo soepel als ik wil. Ik verdien niet zoveel als ik wil. En dan begint het een beetje vast te lopen. Nou, het goede nieuws is, ik weet de oplossing. Die ga ik vandaag met jullie delen. Mijn naam is Mara Smit. Ik ben webdesigner en mentor voor webdesigners. En ik ga het vandaag met jullie hebben over volgorde. Alles heeft namelijk een volgorde. Zelfs de dingen die we misschien ons niet zo goed realiseren. Hè? We gaan bijvoorbeeld niet eerst pasta eten en dan het water koken. Of eerst jezelf afdrogen en dan douchen. Of eerst je schoenen aandoen en dan je sokken aandoen. En zo werkt het ook in een webbedrijf. Want over die volgorde ga ik het vandaag hebben. Ik weet nog hoe het was toen ik startte. Die vraag die ik net stelde is niet voor niks. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. En starten ja, zonder gedegen stappenplan. Ik heb al de manieren geprobeerd. Hè? Dat je blut en genegeerd wordt. Dat je denkt, ik moet de eindjes aan elkaar knopen. Tot waar ik nu ben, heel enthousiast over mijn werk, winstgevend bedrijf. En nou ja, wat Monique al zei, ik mag het al jaren doen. En hoef ik je niet te vertellen dat wij het leukste vak hebben wat er is natuurlijk. Nou, als je ook wel eens het gevoel hebt van dat het runnen van zo'n webbedrijf gewoon af en toe een struggle is, dan ben je hier op de juiste plek. Weet je, lastige klanten, lange dagen, misschien niet genoeg verdienen. Dat hebben we allemaal wel eens gehad, denk ik. En volgens mij zijn er meestal twee redenen waarom mensen worstelen met het runnen van een webbusiness. En de eerste is dat je niet weet wie je lievelingsklanten of wie je ideale klanten zijn. Of je geen niche hebt. En dan weet ik dat bij het uitspreken van het woord niche de meeste mensen misschien met hun kop tegen de muur willen bonken. Van, heb je er weer één die het daarover heeft? Dat hoeft niet zo beperkend te zijn. Ik zal daar zo nog eventjes op terugkomen. Maar het gevaar is als je geen lievelingsklanten hebt of geen niche hebt, dat je eigenlijk een algemene freelancer lijkt. Die een beetje van alles kan. Dat is één van de redenen. En de tweede reden is, wat ook zo kan zijn, is dat je gewoon te veel klanten hebt. Dat je te veel werk hebt, maar dat je eigenlijk te weinig verdient. Waardoor je in een soort cirkel kan komen van ook afkeer naar de klant van, oh, weet je, dat je je mailbox opent en hoopt, weet je wel, dat Henk niet weer een berichtje gestuurd heeft met een of ander Piet Luttig iets. En dat je ook een beetje afkeer krijgt ten opzichte van je bedrijf soms. Nou, zou ik jullie toch vriendelijk en edochtdringend willen verzoeken om daar echt mee te stoppen. Want het is zonde als je in die sfeer van afkeer blijft zitten of als je niet altijd zin hebt om weer aan de slag te gaan. Want op een gegeven moment geef je dan op. En ja, helaas zie ik het vaak genoeg gebeuren of mensen die net voor dat punt bij me komen. En dat is, het is ook echt niet nodig, want dan denk ik, ja dan kunnen we net zo goed terug in loondienst gaan, toch? Als we dat willen. En wie heeft daar zin in? Ik niet in ieder geval. Keuzes maken dus. Je kan twee kanten op. De moeilijke weg, dat noem ik niet voor niks de moeilijke weg. Want dat is eigenlijk een beetje zoals we volgens mij
ik durf wel te zeggen, merendeel begonnen zijn als eigenlijk als een kip zonder kop van ik ga dit doen en ik zie wel waar ik uitkom. Hè? Wat dus vaak in de richting gaat van dat je toch te weinig verdient of net en dat je nog een side hustle moet hebben of zulke soort dingen. En de andere keuze is wat ik eigenlijk de appeltje-eitje manier graag noem. En dat is een manier waarbij je eigenlijk alleen maar werkt met klanten waar je zin in hebt, die bij jou passen en bij je bedrijf passen. En dan niet alleen, dat is ook de manier om gewoon je inkomensdoelen te halen. Want dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom we dit allemaal doen. Goed, dat stappenplan. Ik zal je de stappen laten zien die ik heb gevolgd en die ik ook altijd met de mensen met wie ik werk volg. Nee, waar kan je starten? Wat is de allerbelangrijkste eerste stap en wat zou ook je volgende stap kunnen zijn? Ik kan je precies vertellen van hoe je van hier naar een succesvol bedrijf kan komen, maar het is wel belangrijk om je echt aan die volgorde te houden. Wat ik ook al zei, hè, die volgorde is er niet voor niks en ik zie vaak dat mensen stappen overstaan of toch iets anders gaan doen en ja, dat is echt zonde. Overigens wilde ik nog zeggen dat als je aantekeningen wilt maken of zo, dat hoeft niet. Ik heb aan het einde van de presentatie nog een QR-code of een linkje en dan kan je de sheets downloaden. Daar staat ook nog wat meer informatie bij, dus de dingen die ik vertel. Maak gerust foto's hoor, maar het hoeft niet. Je kan ook gewoon die sheets krijgen. We hadden het al even over, hè? Dat is soms dat ik dan ook soms dat je allemaal van die foto's maakt van een presentatie en dan uiteindelijk nooit meer in die hele camera hoort te kijken. Dus wacht daar gerust mee tot het einde. Goed, die eerste stap, dat is wel een gigantische open deur, dat weet ik. En toch ga ik hem noemen. En dat is het begin bij het begin. Dat, waarom zeg ik dit? Omdat ik zie vaak dat mensen die starten met het bouwen van een webbedrijf, of je nou websites gaat ontwerpen, of hosting gaat aanbieden, of wat je ook doet. Die denken, nou nu moet ik klanten hebben, facturen eruit sturen, geld verdienen. Hè? En dat dan volgens mij de eerste stap is. Volgens hen de eerste stap is. En volgens mij is dat zeker niet zo. Dat stappenplan, dat ziet er als volgt uit. Je begint met de basis, met het begin, wat ik net ook al zei. Waarom, voor wie, wat ga je doen? Heel belangrijk om te doen. Wat is dan ook bijvoorbeeld, welke oplossingen bied je aan specifiek voor de klanten die jij wilt vinden? We gaan deze stappen één voor één ook doornemen hoor. Tweede stap gaat over branding, hè? Dus dat is huisstijl, je logo, je site, je marketing ook. Hè? Hoe ga je dat doen? Dat is iets wat wij webbouwers vaak een beetje spannend vinden. Hè? We zitten lekker achter de computer, koptelefoontje op, lekker bouwen, een beetje coderen is wel prima. Maar zo'n achter het scherm vandaan moeten, dan wordt het soms een beetje spannend. Maar het is toch een belangrijk onderdeel. Prijzen en processen natuurlijk. En dan eigenlijk daarna komt dus pas die stap klanten aantrekken. En dat is wat ik vaker zie, is dat mensen daar meteen naartoe gaan, dat ze denken, ja, dat is wat het geld oplevert, dat is wat het werk oplevert. Maar daar zit dus echt nog best wel een stuk voor. Dan gaat het vervolgens om het warm houden van je publiek en van je klanten en dan consequent volhouden en volharden. Want ik denk iedereen die hier zit, hè, die langer dan zeg een jaar of 5, 6 bezig is, weet dat het gewoon constant, je moet daar constant mee bezig blijven. Goed, stap 1, die basis. Dat begint met de waarom. Als je daar nog nooit over nagedacht hebt, zou ik je van harte aanraden om eens op YouTube Simon Sinek te kijken met Find Your Why. Dat is een hele toffe video daarover, vind ik zelf. En belangrijk om te vermelden hierbij is dat het ook klein kan zijn. Het klinkt zo groot, van wat moet dan je waarom, weet je, alsof je wereldvrede wilt creëren met het maken van mooie websites. Ja, lijkt me, dat gaat natuurlijk niet lukken, maar dat kan ook gewoon zijn dat je het internet wat vrolijker wil maken. Of wat dan ook. Maar wat is je drijfveer? Waarom wil je, waarom doe je wat je doet? Heel belangrijk om mee te beginnen. Dan die lievelingsklanten. Hè? Wie zijn het? Wat doen ze? Wat zijn hun problemen? En dat hangt eigenlijk nauw samen ook met die niche. En daarbij hoor ik vaak, ja, dat is zo beperkend. Weet je, alsof je dan alleen nog maar kan werken voor mensen die jurist zijn.
of in de fitnessindustrie werken. En dat hoeft volgens mij helemaal niet op die manier beperkend te zijn. Hè, dat kan ook gaan over welke fase bevinden ze zich in hun ondernemersreis. Zijn het starters of werk je liever met mensen die al jaren bezig zijn? Dat kan ook gaan over je ontwerpstijl. Hè? Ben jij iemand die heel minimalistisch ontwerpt of juist bijvoorbeeld heel over de top en kleurrijk? Dus dat zijn dingen die je ook mee kan nemen bij het bepalen van goh, wie is nou eigenlijk die lievelingsklant? Met wie wil ik nou het liefste werken? En ik weet natuurlijk niet waar jullie allemaal precies zitten in het runnen van je eigen webbedrijf. Maar dat is iets waar je steeds mee bezig blijft. Dat past zich steeds aan en het evolueert ook naarmate jij evolueert. Maar het is goed om daar scherp op te blijven. En het laatste onderdeel echt van die basis zijn oplossingen. Want als je weet voor wie je werkt en wat die mensen graag willen, dan kan je dat ook als oplossing bijvoorbeeld wel aanbieden. Als jij veel werkt met mensen in de reisbranche of die een bed and breakfast hebben, dan kan je van tevoren zeggen, hey, weet je, heb je al eens gedacht aan het zetten van een beschikbaarheidskalender of een reserveringssysteem voor een restaurant. Maar het gaat erom dat je van tevoren nadenkt over de problemen die de mensen hebben met wie jij graag wil werken. En dat je dat ook eigenlijk bijvoorbeeld al aanbiedt. Zodat zij denken, oh, oké, die heeft daar over nagedacht. Nou, zo'n basis, dat kan er dan bijvoorbeeld zo uitzien. Voor mij ziet dat er zo uit. Maar waarom? Is echt dat ik word heel blij van als mensen wat meer hun talent rondstrooien als confetti, zeg ik altijd. Ik vind dat we best wel wat toffer mogen doen met onze talenten. Ik weet niet wie van jullie net ook in het auditorium aan het luisteren was, maar ik vond het ook heel tof dat Ferdinand zei, iemand vroeg van waarom heb je YouTube gekozen? En hij zei vervolgens, ja, nou, een aantal redenen. En hij zei ook, ja, ik ben daar ook gewoon heel goed in. Ik ben gewoon heel goed in het doen. Toen dacht ik, ja, tof, dat mogen we best wel wat meer zeggen. Dat de dingen die je doet, dat je daar goed in bent. En dat doe ik door webdesigners en developers te helpen om een beter bedrijf te hebben. Maar ook mijn klanten, gewoon voor mijn custom webdesign. Die, weet je wel, als je toch zo'n website hebt die achter je staat, ja, dan kan je toch wat makkelijker zeggen, dit is wat ik doe. En ja, daar word ik heel blij van. Dat is echt mijn drijfveer. Mijn klanten, ik werk heel graag met kleurrijke mensen en merken. Maar ook mensen die weten van, ik heb de ballenverstand van websites en webdesign. En ik wil heel graag dat iemand mij helpt. In wat betreft mijn niche ben ik meer gefocust bijvoorbeeld op de fase waar ze zitten. Dus het zijn echt ambitieuze ondernemers die, weet je, de eerste, tweede, derde website, die hebben ze allemaal wel al gemaakt. En nu is het tijd voor de volgende. En dan de oplossingen, dat gaat dus echt over het aanpassen van die diensten op hun specifieke problemen. Goed, de branding. Daarbij is het echt belangrijk om jezelf te laten zien. En dat je dus niet kijkt naar wat de trends zijn of wat je, weet je, als iedereen een groot headerbeeld heeft bij de intro, dat jij denkt, oh, dat moet ik dan ook. Of deze kleuren zijn nu hip, of deze vormen zijn nu hip, dat moet ik dan ook. Kies niet voor de dingen die trendy zijn, maar echt voor wat je zelf mooi vindt. En dat geldt ook natuurlijk voor je logo. Neem je voor de tijd. Hè? Ik bied dagelijks branding aan voor klanten. Maar om het voor mezelf te doen is echt wel andere koek. Om dat echt voor jezelf te creëren en te verzinnen. Dus neem daarvoor de tijd. Maak iets waar je echt trots op bent. En huur desgewenst een professional in. En dit is een stap die mensen vaak overslaan. Omdat ze denken, ja, ik ga hier nu allemaal in investeren in logo en huisstijl en al die dingen. Als ik nog geen cent heb verdiend, dan moet ik het nu eerst gaan uitgeven. Maar dit is echt wel je tijd en moeite waard. En is ook hetgene wat je gaat onderscheiden van al die andere mensen die ook doen wat jij doet. Want weet je, we zijn met hartstikke veel en iedereen kan mooie dingen maken. Dus het is heel belangrijk om te laten zien wat is jouw onderscheidend vermogen. Marketing, social media. Er staat hier social media, maar dat kan natuurlijk net zo goed offline zijn. Maar wat belangrijk is dat je hier consequent aanwezig bent. Dat je deelt over wat je doet, dat je vertelt wat je doet. En dat je dus niet, als jij één keer zegt van, oh, nou, ik maak websites, ja, en dan gaat zitten wachten, dan gaat er natuurlijk niks gebeuren. Dus je moet dat echt
achter dat computerscherm vandaan af en toe om zulke dingen te doen. Dus het feit dat jullie hier zijn, is daar al een goed teken van. En dan natuurlijk de website. En ze zeggen wel eens bij de loterij te lekt de kraan. Ik vind dat dat voor ons echt niet kan gelden. Ik vind dat je eigen website die je hebt als webdesigner, developer of als iemand die dat aanbiedt, dat moet echt strak staan. Dat moet 100% die basis laten zien, die waarde die je uitstraalt en zorgen dat dat goed gecommuniceerd wordt. Dus dat is over de branding de tweede stap. Stap 3. En stap 3 gaat over prijzen en processen. Ook iets wat we vaak uitstellen als we denken, nou dat doe ik, kijk ik wel naar als ik wat verder gegroeid ben. Oh. En belangrijk daarbij is om strategisch te prijzen. En daarmee bedoel ik dat de prijzen die jij vraagt niet bepaald worden door je concurrent, maar door je inkomenshoek, door wat je wil verdienen of waar je naartoe wilt groeien. Hè? Ik zie vaak dat mensen dan gaan kijken van nou, ik zie dat die ongeveer dit vraagt en die ongeveer dat vraagt. Dan ga ik daar net tussen zitten of net iets onder zitten of net iets boven zitten. Zonder vanuit jezelf te kijken en te kijken van dit is wat ik wil doen, dit is wat ik wil verdienen. Of hè, waarbij ik net over had, dat is wat voor mij succes betekent. Voor mij betekent succes niet per se een heel groot getal onderaan de bankrekening. Hoewel ik het daar heel tevreden en blij mee ben. Maar betekent voor mij ook dat ik heel makkelijk af en toe vrij kan nemen. Of dat ik niet, weet je, als de zon schijnt, dat ik lekker op een terrasje ga zitten als ik daar zin in heb. Dus dat bedoel ik met strategisch prijzen. Echt vanuit jezelf kijken van, wat is belangrijk voor mij. Pakketten maken voor je diensten kan daar ook heel goed bij helpen. Dus dat je, ik ben voorstander van prijzen vermelden op je site. Ik weet niet of we zouden een polletje kunnen doen wie dat wel en niet doet, maar het scheelt mij heel veel tijd en energie om aan mensen uit te leggen weet je, wat het kost om met mij te werken. En pakketten zijn daar ook belangrijk bij. Dat je zegt, je hebt een wat kleiner pakket, daar zit dit en dit bij, midden en dan nog een soort toeters en bellen pakket. En dat pakt ook direct weer terug eigenlijk naar, als je goed weet voor wie je werkt, kan je die pakketten daar ook op samenstellen. Dan kan je dat dingen die klanten die jij graag wil hebben belangrijk vinden, daar onderdeel van laten zijn. Prijzen en processen, een tweede ding, dat zijn de juridische documenten. En dat is natuurlijk altijd een beetje saai, althans vind ik een beetje saai. Maar wel heel hard nodig dat je zorgt dat je vanaf de start professioneel jezelf neerzet. Dat hoeft echt niet honderden euro's te kosten bij je advocaat. Als je daar nog tips over wil, kom zeker even naar me toe, want die heb ik absoluut over hoe je dat kan doen. Maar het is ofwel je regelt het goed vanaf het begin, of je gaat heel hard op je bek. Daar kan ik ook wat meer over vertellen. Dat zal ik doen dan bij de borrel vanavond. Goed. Maar dat is zeker iets wat heel belangrijk om te doen is. En dan natuurlijk on- en offboarding processen. Daarbij zeg ik altijd, automatiseer zoveel mogelijk. En dan hoef je echt niet meteen heel druk met Zapier of Zapier. Ik weet nooit hoe ik het uit moet spreken. Maar weten jullie het? Maar een van het heel druk mee te gaan zitten doen. Het kan ook zijn, als jij een mail hebt, die je vaak stuurt naar je klanten van, hey, wat is je hosting login, wat is de login van je oude site, FTP, ik noem maar wat. Slaat als een concept op in je mail en gebruik het volgende keer weer. Maak een Google Docje met standaard vragen die je altijd stelt. Het hoeft niet meteen een hele funnel in Active Campaign te zijn, maar automatiseer zoveel mogelijk en in kleine stappen. Onderdeel hiervan is ook dat je goed weergeeft wat je designproces is. Laat dat zien op je site en zeg tegen mensen, stap 1, echt een beetje zoals die gele boeken, weet je ook alweer? Van wat je alles kan leren als je het niet... Dummies? Ja. Dummies, ja. Een beetje dummy-proof, dat je zegt stap 1 is dit, stap 2 is dit. Dan weten mensen waar ze aan toe zijn. En ook heel belangrijk hierbij is het stellen van grenzen. Ik zeg altijd gezonde en gezellige grenzen graag. Dat is lastig. Dat is echt lastig. Zeker als je ze niet vanaf het begin doet. Weet je, als jij geen zin hebt dat klanten jou WhatsApp-berichtjes sturen, of weet je, waar ik bijvoorbeeld echt niet tegen kan, is een audio-message met feedback. Dan word ik helemaal blij. Dus als je vanaf het begin af aan duidelijk zegt van dit gaan we zo doen en dat gaan we zo doen, dan vinden mensen dat prima. Dat is hier ook hetzelfde. Ik weet niet, weet je, als iedereen zegt van, als je hier de zoo binnenloopt en er staat heel groot niet de dieren voelen, prima, dan voelen we de dieren niet.
Dus, en zo werkt het ook met grenzen. Ik heb overigens in de Webdesign Summit, waar jij het net over had, ook gaat mijn eigen talk over het stellen van die gezellige grenzen. Dus als je dat interessant vindt, kan je daar zeker ook naar kijken. Goed, die stap 4. Dat is dus die klanten aantrekken. Dat is de stap waar iedereen graag wil beginnen. Maar je ziet, er gaat best wel veel eigenlijk aan vooraf, wat je gewoon in orde moet hebben, wil je dat dit lekker gaat lopen. Want ik durf wel te zeggen dat als je nu geen constante stroom aan klanten hebt, dat eigenlijk zijn oorsprong vindt in dat je ook geen funnel daarvoor hebt staan, of hoe je dat doet. Weet iedereen wat een funnel is? Denk ik wel, toch? Of niet? Ja, ik zie het niet meer. Knik in de hoofden. Want ik denk wel, weet je, als je achterover gaat zitten en gaat hopen en mensen dat klanten jou wel vinden als je één keer gezegd hebt, dit is wat ik doe. En dat is nog nooit een succesvolle salesstrategie gebleken. Dus dat moet je ook zeker niet doen. Zo'n funnel ziet er vaak, dit is wel de zeer vereenvoudigde versie, maar we hebben niet zo heel veel tijd vandaag, maar ziet er vaak zo uit. Hè? En dat gaat eigenlijk om dat je een manier vindt om een constante stroom aan leads te krijgen. En daarvoor hoef je echt geen gelikte sales te halen. Je hoeft echt niet over een autoverkoper of daarin lastige dingen te zeggen of te doen die helemaal niet bij je passen. Dat kan je gewoon zo opzetten. Dat is natuurlijk het toffe van voor jezelf werken. Want je kan het helemaal zo maken zoals het bij jou past en zoals jij het wilt. Het gaat erom dat je mensen aan je bindt en dat je dus ze warm houdt, waar we het later over kunnen hebben. Want het kan best wel heel lang duren voordat mensen klant bij je worden. Ik heb in mijn mentorship webclub voor websites, ik heb vaak mensen die wel een jaar, anderhalf jaar gratis content bij mij krijgen op de inkoop, voordat ze zeggen, hey, ik ben eraan toe. Sommigen ook sneller, maar dat kan gewoon echt best wel lang duren. En dat gaat dus van bewustzijn. En bewustzijn gaat over, dit is wat ik doe, dit is wat je bij mij kan komen halen. Vaak zit daarna een gratis aanbod erbij. Dan denken veel mensen, oh, dat is zeker een e-book of zo, of een video-challenge. Dat hoeft helemaal niet. Hè? Dat kan ook zijn in een Facebookgroep waar je in zit, waar mensen een vraag stellen over een website, daar altijd de antwoorden op geven. Of als je eens een keer op een borrel staat met iemand die zegt, oh ja, ik zit altijd zo te klooien met dit of dat op mijn site. Dat je zegt, joh, stuur maar even op en dan laat ik het, dan help ik je daarbij. Dus dat hoeven niet per se die geëikte dingen of stappen te zijn die je vaak ziet. En dan ga ik het overdelen van tips en waarden. En dit is altijd een lastige. Ik krijg ook vaak de vraag, hoeveel moet ik dan delen? Wat moet ik dan wel vertellen? Of als ik te veel geef, ja, dan heb ik altijd gezegd wat ik doe en dan wil niemand meer klant bij me worden. Nou, ik zeg altijd dat, het moet eigenlijk net een beetje pijn doen. Als je net een beetje denkt van ja, het is net een beetje te veel wat ik nu deel, dan zit je vaak goed. Want dan kan je die interesse opwekken van mensen die geïnteresseerd zijn in de diensten en de dingen die je aanbiedt, om vervolgens pas je verkoop te kunnen doen. En nou ja, wat ik zei van mensen die hier wat meer mee bezig zijn, dit gaat echt over de know, like en trust. Hè? Als je wel eens in marketing wat meer verdiept hebt, zou je dat zeker tegen zijn gekomen. Maar het gaat dus over dat mensen je eerst willen leren kennen, van goh, met wie heb ik te maken. Vervolgens moeten ze besluiten van hey, dat is iemand die vind ik wel leuk of daar kan ik wel wat mee. En je dan te vertrouwen om ook daadwerkelijk datgene te doen waarvoor ze je in willen huren. Nou weet ik dat die klanten aantrekken, dan is altijd een hot topic bij iedereen. Dus ik heb daar nog wat extra tips voor. En dat is, ja, klanten kopen niet alleen je product, ze kopen jou ook. Hè. Tussen aanhalingstekens, daarmee bedoel ik. We zijn vaak eenpitters of wat kleinere bedrijfjes. En het is belangrijk dat jij je waarden en je ideeën laat zien ook. Dat ze weten van, oh, dat is iemand die op die manier werkt en daar kan ik mee werken. En mensen kopen vaak graag van iemand die op hem lijkt. En daarbij is match and mirror een goede. Nou, is daar het standaard voorbeeld is daarvan als iemand met zijn handen zo zit, ga jij ook zo zitten. Dat hoeft niet per se, dat kan ook gaan over dat je een gesprek hebt met iemand en dat iemand zegt van nou ik wil een frisse uitstraling of wat dan ook. En dat je dat woord eigenlijk een beetje onthoudt en dan later weer terug laat komen in het gesprek. Er zijn natuurlijk heel veel manieren om iets te omschrijven, maar door die woorden en de dingen die je klanten gebruiken
zelf ook te gebruiken, creëer je een beetje die herkenning. Wat betreft die matchen en meer, zeg ik wel altijd, blijf jezelf. Hè? Want als je doet alsof, dat is, ik smell that from a mile away, dat weet iedereen en dan val je zo door de mand. Dus dat moet je zeker niet doen. En natuurlijk het verplaatsen van jezelf in de klant en laat weten dat je hen meeneemt aan de hand. En dat je zegt, ik ga dit gaan we zo samen doen en ik ga dat voor je regelen. Vaak is het best wel een grote hobbel voor mensen om, weet je, die website, dat is iets wat zo eindeloos op to-do-lijsten zo steeds naar onder zakt en dan weer naar boven komt, totdat ze eindelijk zeggen, nu ga ik het echt doen. En dan is het echt wel fijn voor mensen om te merken dat je dat begrijpt en dat je uitlegt wat je gaat doen en waarom je dat gaat doen ook vooral. En dan de jargon, dit is al te lastige. Hè? Als jij, weet je wel, heb het niet over SSL, maar heb het over een slotje op je website. En al die andere dingen, probeer dat echt te vermijden. Houd het echt in Jip en Janneke taal. En deel je ideeën. Hè? Doe vooronderzoek. Als je met iemand gaat spreken, kijk naar de site of naar het bedrijf wat ze hebben. Ik had van de week een gesprek met een klant die heeft een heel groot reisblog. Wat we gaan vernieuwen. En dat is een homepage, en dan destinations, en dan blog. En dus op die homepage staat een samenvatting van wat ze allemaal doen. Nou, destinations spreekt voor zich, en dan blog. En ik dacht, wat is nou, waarom heb je nou ook een blogpagina? Wat op je homepage? Weet je, dat is gewoon een idee wat in me opkomt, en dat deel ik dan in zo'n gesprek. En dan kan je ook wel zeggen van, joh, weet je, ik weet niks van jouw branche of wat werkt, maar dit is wat mij opvalt. En dat vinden mensen vaak heel erg fijn, als je die ideeën deelt. Goed, dan de ene laatste stap en dat is je publiek warm houden. En dat werkt eigenlijk net als een romantische relatie of een vriendschap. Want die moet je water geven, hè? Daar moet je aandacht aan besteden. En ik denk dat je echt committed moet zijn om die gratis waarde te blijven delen. Hè? Ik doe dat bijvoorbeeld door de jaarlijkse webdesign summit, die is gratis. Dat is ontiegelijk veel geregeld. Om sprekers te verzamelen, laat staan de techniek, dat jullie allemaal zullen begrijpen die daarachter zit. Maar het is wel heel leuk om mensen zo samen te brengen. Ik denk dat ik elke 2 maanden wel een nieuwe freebie maak voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Ik heb een uitgebreid blog op de site, weet je. Dus er zijn heel veel dingen die je kan doen om contact te houden met je publiek. Het kan zijn dat je een e-maillijst maakt of een blog schrijft of misschien een podcast. Weet je, voor mij zou het niks zijn. Ik weet nooit wanneer luistert iedereen een podcast. Ik heb een uur in de auto gisteren gezeten. Toen heb ik wel geluisterd, maar ik zit niet zoveel in de auto. Maar als dat echt je ding is, dan weet je wel, doe dat en maak dat. Social media is een voorbeeld van. Kies 1 platform, blijf erbij. En blijf daar consequent waarde op doen. Of als je het liever offline doet, want je hoeft natuurlijk helemaal niet dat op social media te doen als je het niet leuk vindt. En dan ga je het ook niet volhouden. Maar als jij zegt, ik ga elke maand naar de open koffie die mijn gemeente organiseert. Of ik zorg ervoor dat ik altijd elk jaar naar WordCamp ga en ook naar de meetups bij mij in de regio. Weet je, dat is als je dat maar goed en consequent volhoudt. En blijf dus die tips en waarden delen. Hè? Vertel wat je doet, waarom je het doet, wat mensen kunnen doen. Ik vind wel dat er, ik ben wel benieuwd hoe jullie daarover denken, dat de laatste tijd heel veel iets te veel richting de storytelling gaat. Hè? Dat het iets te veel wordt van, ik was met mijn hond aan het wandelen en ik zag een vlieg en mijn hond at die vlieg op en dat deed mij denken aan en dat er dan een soort businessverhaal achter. En dan denk ik altijd, nou dan ben je mij al kwijt. Maar goed, dat is net wat bij je past, maar ja, dat valt mij op dat ik dat, dat lijkt een beetje een trend te zijn. Maar goed, dus warm houden, gewoon veel geven, echt veel geven. Wat ik net ook zei, dat het echt, je moet echt een beetje pijn doen, dan gaat het werken. Nou, dan de zesde en laatste stap, en dat is het blijven doen, hè. En het is niet makkelijk, dat is gewoon zo. Ik heb ook niet altijd zin om weer die vrienden te maken of om weer op social media iets te posten waar een groot deel van mijn mensen, mijn following dan zit. Maar het is wel, ik vind het wel de leukste manier om te doen. En zo kan ik ook mezelf elke keer weer, weet je, als ik een podcast zou moeten maken, dan maak ik misschien 3 afleveringen en dan geloof ik het wel weer. Dus het is echt belangrijk om iets te kiezen wat je leuk vindt en te onthouden dat dat echt langer duurt dan je denkt. Maar als je dat goed volhoudt,
dan ga je uiteindelijk meer verdienen en hoef je bijvoorbeeld in mijn geval minder te werken. Dat is iets wat ik graag wil. Goed, dat is dus dat stappenplan samengevat. Je begin bij die baas, begin bij het begin. Denk na over waarom je het wil doen en voor wie. De branding. En nogmaals, besteed het uit, zoek hulp als je het zelf niet kan in plaats van daarmee te gaan zitten klooien. Want het is wat je onderscheidend vermogen gaat zijn. Nou, prijs en proces, dan pas die klanten aantrekken. Dan pas daar mee bezig gaan. En dat goed en consequent volhouden. En daar gaat het dus om, en dan kom ik weer terug bij het begin, over dat kiezen. Weet je, ga je nu door op een manier dat je zegt, nou, het gaat eigenlijk wel prima, ik vind het wel goed zo en ik blijf het een beetje hier wat plukken en daar wat plukken. Of zeg je nee, ik ga echt strak die stappen volgen op weg naar die succesvolle webdesign business. Want die willen we natuurlijk allemaal. En ik denk dat het belangrijk is om je te realiseren dat je dat niet alleen hoeft te doen. Weet je, als je zo'n logo als het niet lukt, dan huur je professionele hulp in. Als je zegt, ik ben webbouwer en ik wil dat succesvolle bedrijf, maar ik wil niet die fout maken. Weet je, dan komen mensen bij mij. Maar er zijn heel veel opties hoe je dat, op manieren waarop je dat kan doen. Dus het is denk ik belangrijk om je te realiseren dat echt niet alleen hoeft. Want ik denk, als je wil groeien en als je die constante klantenstroom wil en je wil daar wat sneller komen, dan is het heel belangrijk om die hulp in te schakelen. Dat kan natuurlijk ook zonder, het duurt alleen wat langer. En ja, dat is voor mij ook de reden dat ik Webclub, dus een mentorship voor masterminds, voor webdesigners heb opgezet. Omdat dan gaan dus meer mensen, die krijgen dat succesvol blijft, die worden daar blijer van en die gaan dan weer hun talenten rondstrooien. Daar word ik dan weer blij van. En dat is echt de basis waar het om gaat. En ja, ik zie echt dagelijks mensen die veel meer kunnen dan ze denken. En veel meer uit die business kunnen halen. Dus onthoud dat goed. Dan zoals beloofd. Als je die presentatie en de sheets wil, kan je deze QR-code downloaden. Of smitclub.nl/wordcamp. Ik had een beetje ruzie met ActiveCampaign gisteren. Met het inladen van het formulier. Dus als je denkt, wat duurt het lang? Geef dan even de tijd. Ja, goed, tot zover. Ik denk dat het is natuurlijk echt in vogelvlucht zijn we er nu doorheen gegaan. Maar kijk de sheets nog eens rustig door als je wilt. Daar zat ook wat meer informatie bij. En zorg ervoor dat je eigen talenten, doe er wat toffer mee, weet je wel. Schep maar een beetje op over wat je kan. En wees ook eerlijk over wat je niet kan. Dat gaat natuurlijk hand in hand. Maar als dat het resultaat is van deze talk, dan ben ik al heel erg blij. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Bedankt voor het eerlijk zijn over dat je het ook wel eens lastig vindt waar je volgende klant vandaan komt. En als er nog vragen zijn, is daar denk ik nu nog wel wat tijd voor, toch? Ja. Oké, dank jullie wel.